De wedstrijden tegen Rijnsburg zijn prachtig, maar dit zijn de wedstrijden waar het gaat toch? Ja, zeker. Daar kijk je natuurlijk naar uit als je hierheen komt. Dus nee, ik heb er zin in. Hoe ga je zo'n week in? Is dat anders? Ja, de start van de week eigenlijk wel gewoon hetzelfde als de andere weken. Dus de maandag hebben we gewoon de nabespreking gedaan van de afgelopen wedstrijd. Ik zelf ben natuurlijk wel een beetje al vooruit gaan kijken. En vanaf dinsdag is ons blik volledig op Quick Boys gegaan. Ja, en waar denk je waar je Quick Boys pijn kan doen? Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Nou, dan gaan jullie morgen zaterdag gaan jullie dat zien, hoop ik. We hebben er wel ideeën over, maar die ga ik jullie niet wereldkundig maken. Laat niet wijzen maken op die zaak. Nee, toch? Nee. Maar ga je dingen anders doen? Nou, anders kijk, in grote lijnen ben ik wel iemand die wel houdt van vastigheden qua speelstijl. Dus in grote lijnen zal er niet heel veel veranderen. Maar we hebben hier en daar wel wat keuzes gemaakt. En dan voor je zo'n training vanavond? Ja, is geweldig toch? Ja, dat is super, dat is genieten. Ik bedoel, die gasten die dat allemaal staan en dit allemaal voor ons doen. Kan je eigenlijk geen slechte wedstrijd spelen, zou je denken, toch? Nee. Merk je dan de ploeg? Wat spanning? Of, Nou, spanning niet. Eigenlijk wel gewoon meer dat we er allemaal zin in hebben. Ik bedoel, dat is natuurlijk toch een wedstrijd die al omcirkeld is aan het begin van het seizoen. Nu staan we op de vooravond daarvan eigenlijk. Dus ik merk wel in de ploeg dat ze er zin in hebben. En ook wel dat er gewoon echt vertrouwen is dat we daar met een goed resultaat weg kunnen gaan. Ja, mooi. Kleine voorspelling voor zaterdag? Laat ik het maar niet doen. Nee. Dat blijft me achtervolgen. Ben je er niet goed in? Nee. Helemaal goed, we gaan het zien. Ja? Hartstikke bedankt.